Bijna een miljoen euro gaat het om. Geld dat door Brabantse gemeenten is uitgegeven aan nieuwe asielzoekerscentra die achteraf helemaal niet nodig bleken. De gemeenten proberen het geld nu terug te krijgen in Den Haag bij het ministerie van Justitie. Twee jaar geleden ontstond in een aantal Brabantse gemeenten ophef over de opvang van asielzoekers. Er kwamen toen twee keer zoveel asielzoekers naar Nederland dan de jaren daarvoor. Om die allemaal een plek te geven, zocht de overheid naar opvanglocaties. Die werden gevonden in de vorm van sporthallen of leegstaande gebouwen. Veel plekken bleken later alleen niet meer nodig. Maar gemeenten hadden wel kosten gemaakt en die claimen ze nu dus. We praten erover door met de verslaggever Carlijn Houterman. Je bent vandaag in de cijfers gedoken, Carlijn. Hoeveel Brabantse gemeenten willen hun geld terug? Ja, het gaat om zo'n twaalf gemeenten die afzonderlijk een claim hebben ingediend bij de overheid. Dan gaat het bijvoorbeeld om de grote steden Tilburg, Breda, en Bos. Maar dan heeft er ook nog één regio samen een claim ingediend. En dat is de regio AS50. En dan denk je aan Os, Uden en Veghel. Het gaat dus bijna om een miljoen euro. Hè? En binnen dat miljoen, over wat voor kosten hebben we dan die gemeente terug willen hebben? Ja, dat is eigenlijk per gemeente heel verschillend. En dan gaat het er weer om hoe ver een gemeente al was in het zoeken naar zo'n AZC. Een asielzoekerscentrum of een noodopvang. Maar Oosterhout bijvoorbeeld, die spant wel echt de kroon. Die heeft een claim ingediend van zo'n 250.000 euro. Uh, en dat ging vooral over het feit dat het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. heeft gevraagd aan Oosterhout. of ze een uh, opvang wilden zoeken voor 50 tot 70 minderjarige asielzoekers. Nou, dat deden zij. Uh, maar het kwam er nooit, want het COA zei uiteindelijk. Het is niet meer nodig. Maar ja, het Oosterhuis had natuurlijk enorm veel uitgezocht. Ze konden bijvoorbeeld al naar een school, al die vluchtelingen. Het zijn dus heel veel kosten voor iets wat er nooit is gekomen. Ja, in dit geval is een, een kwart miljoen. Als je dat maar optelt, dus bijna een miljoen. Um, gaat het die gemeente ook lukken, denk je, om dat geld terug te krijgen? Ja, de staatssecretaris Klaas Dijkhoff die heeft al aangegeven dat niet alle gemeentes geld terug gaan krijgen. Uh, de gemeentes die een claim hebben ingediend waarbij het gaat om het stukje communicatie naar de burgers of naar de media toe, dat uh, kan worden vergoed. Het kan ook gaan over uh, het locatieonderzoek, uh, dat is ook vergoed. En um, dan gaat het nog over het stukje. Um dan gaat het nog over het stukje locatieonderzoek ja. en natuurlijk de personele kosten, want er zijn ook heel veel mensen die er natuurlijk aan hebben gewerkt. Eind dit jaar wordt duidelijk of we dat nou allemaal terugkrijgen of niet.